Beste mensen, ongelooflijk leuk dat we hier in dit gezelschap, in deze samenstelling bij elkaar zijn. Het is een heel divers gezelschap. Bestuurders, ambtenaren, ondernemers, initiatiefnemers, natuurliefhebbers, liefhebbers van Flevoland, liefhebbers van Almere. We vieren hier met een aantal partijen dat we een hele ingewikkelde deal met elkaar maken. Volgens mij hebben we nu met elkaar een mooi arrangement met alle partijen. Wij hebben als programma Nieuwe Natuur toch even nagedacht over, ja, hoe kun je nou een project met elkaar vieren? Een bankje waarop de komende generaties kunnen gaan genieten wat hier gaat gebeuren. Applaus voor Herk van Gelder. Dankjewel. Maar toen ik hier ook aankwam, toen zag ik vooral heel veel opgewekte gezichten. En het staat mij bij dat ik in de afgelopen anderhalf jaar vooral veel ingespannen gezichten heb gezien voor het bijna onmogelijke werk wat jullie gedaan hebben. En ik denk dat velen uiteindelijk blij zijn met ons als we dat daar voor elkaar krijgen. Normaal ieder met zijn eigen deel trots op kan zijn en waar wij ongetwijfeld van kunnen genieten, maar misschien ook nog veel meer de generaties na ons. Dus van harte gefeliciteerd. We kunnen zometeen een natuurgebied gaan aanleggen waarin minimaal 30 hectare voedselbos kan worden gerealiseerd. En dat is in één klap het grootste voedselbos van Europa als dat wordt aangelegd. Mag ik toch voorzichtig wel zeggen dat we als pioniers ook vandaag echt wortel hebben geschoten. Ik dank u zeer. De speelwildernis in Almere Oosterwold wordt een groot natuurspeelterrein waar je kunt spelen, van de natuur kunt eten en avonturen beleven. Je kunt er feestjes geven, zelf kunst of voorwerpen maken, je eigen eten koken, aan theater en aan nog veel meer doen. Vol trots mag ik vandaag hier naast dit spandoek staan. Het is echt een feestje vandaag, want hiermee is toch een lang gekoesterde wens en droom die gaat nu echt in werkelijkheid. Fantastische dag vandaag. We hebben hier vandaag de start gemarkeerd van het project Eemvallei Zuid. De unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer en drie particuliere initiatieven. Het Voedselbos, de Speelwildernis en natuurboerderij Vliervelden. Waarbij hier straks in Oosterwold een uniek landschap wordt aangelegd. Met als centraal element een voedselbos waarbinnen de speelplekken gaan ontstaan voor de speelwildernis. En een begrazing gaat ontstaan vanuit de natuurboerderij Vliervelden. Een unieke samenwerking tussen particulieren en Staatsbosbeheer midden in Oosterwold. Dat hebben we vandaag gevierd in een heerlijke bijeenkomst op een prachtige dag, zou ik zeggen.